Als ergens duidelijk is tot welke problemen hevige regenval kan leiden, dan is dat wel hier in Kokkengen. Inwoner Rob Gels maakte het van dichtbij mee. Nou, hier stond een halve meter water in de woningen en zeg maar op de weg ruim geen weg, alleen maar water. De grond onder het veendorp Kokkengen is zoveel gedaald dat bij een hoosbui de wegen volstromen en het water niet weg kan. Maar om die bodemdaling tegen te gaan, moet je het grondwaterpeil juist hoog houden. Nou, het probleem hier is dat je het water hoog wil houden om te zorgen dat de bodem niet heel hard in elkaar zakt. Maar tegelijkertijd wil je dus nat houden, maar aan de andere kant krijg je ook heel veel van die intense regenbuien. En die krijgen we steeds vaker. En dan kan je dat water niet allemaal kwijt, want je hebt het al helemaal vrij vol staan. Ja, en dan komt er nog een hele sloot water bovenop. En waar gaat dat dan heen? Dat stroomt naar het laatstgelegen punt. En dat waren hier de straten. Om de problemen met het water op te lossen, hebben ze hier in Kokkengen de straten verhoogd. Dat is één van de oplossingen. De ander is dus het hogere grondwaterpeil om verzakking van de grond tegen te gaan. Maar dat zorgt alweer voor nieuwe problemen. Het water blijft onder de huizen staan. In de kruipruimtes. En dat is weer als gevolg, heb je een houten balkenlaag of optrekkend vocht in de spouwmuren. Ja, dat voorzie ik toch ook op lange termijn weer wat problemen in. Nou, ik denk dat we goed moeten op zoek gaan naar oplossingen die voor alle partijen wat kunnen bieden. Maar dan met name kijken van, komt er zo'n piekbui aan? Nou, kunnen we bijvoorbeeld dat beter anticiperen? Nou, dat zou één oplossing zijn. Andere oplossingen, als je ziet om ons heen ook bijvoorbeeld allemaal verhard oppervlak, maakt dat zo doorlatend mogelijk. Dus dat al het water wat bijvoorbeeld op de straat terechtkomt, dat de tijd heeft om ook te infiltreren.